Breda Nu. Je weet het meteen. Op zondag 17 april vond de finale plaats van Scholieren Band Battle Breda in de grote zaal van de MES. 3 uur lang hebben de 4 finalisten van de voorrondes de jury kunnen laten zien wat hun band te bieden heeft. Deze 4 bands waren What's Up, Frantic, Rebadged en The Other Sound. Hier volgt een verslag van de avond en wat er zoal te horen viel. Eerst kijken we naar de shows die de bands gegeven hebben, waarna de winnaar bekendgemaakt zal worden en ze hun laatste show mogen geven. Zij zijn een band met een gemiddelde leeftijd van 13 jaar oud. Ze spelen vooral top 40 nummers. Geef ze een geweldig applaus, hier zijn ze. What's up? Nu gaan we naar een hele andere richting in. Het is een vrij nieuwe band. Ze spelen rockmuziek. Geef ze een geweldig applaus. Hier is Frantic. Too.
my world isn't beating anymore. I still have emotions, I still cry, and I will say thanks for all you've done to me. Oh, I learned a lot from you. You're my hero, you're my star. Volgende band. Hun muziek is niet in één genre te vatten. Ze schrijven nu ook eigen nummers. Spelen samen sinds 2013. Geef ze een heel groot applaus. Hier zijn ze, Rebadged. Scores of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scores of
gonna tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, oh, gangsta steals the show. She's exactly pretty and exactly small. 42, 39, 56. You said you got a. Is dit alweer de laatste band van vanavond die er nu aankomt? Last but not least, zeg maar. Ze komen allemaal van het mensje af, spelen hun eigen nummers. Geef ze een geweldig applaus. The Other Sound. Nothing worried, the care in the world. I never told you.
That's why I say this now. You have nothing to worry as you care in the world. I should have told you I'm sorry, but I lied. Echt waar, ik vond het super bands, echt allerlei genres. Ik vond het, ik hou zelf een beetje van meer rock. En de band dat rijden heeft gewonnen en dat stemt mij wel gelukkig, laat ik zo zeggen. Ik vond het echt een super middag. Ik vond het echt de organisatie echt heel erg goed, strak georganiseerd. En ik vond het niveau van de bands echt heel erg hoog. Dus ik heb echt heel erg genoten. Ik ben Stijn Valkenburg, een van de organisatoren van dit evenement. Maar ik wil even drie mensen erbij roepen. Dat zijn eigenlijk de mede-organisatoren. En dat zijn Songa Jansen, Willem-Pieter van Vlokhoven en Tijn Hendricks. En voor hun een heel groot applaus. Zes maanden geleden zijn wij begonnen met het organiseren van het evenement. En ik denk dat het ontzettend goed gelukt is. We hebben ontzettend goede bands gezien vandaag. En ik ben ook heel benieuwd naar de uitslag. Maar eerst wil ik wat mensen bedanken. En de eerste die ik wil bedanken zijn de sponsoren en de vrienden die financieel hebben bijgedragen aan dit evenement. En jullie kunnen ze ook allemaal recht zien. Oké, dus jullie hebben best wel massaal gestemd voor de publieksprijs. De publieksprijs is een waardebon voor Velvet, een muziekwinkel hier in Breda. Dus daar kan de band zichzelf dan weer nog een beetje beter mee maken. En dan zal ik de winnende band bekendmaken. De winnaar van de publieksprijs is... What's Up! Geef ze een heel groot applaus, nog één keer. Dus wij zullen hen nog een waardebon uitreiken die Velvet nog aan ons komt leveren. Zij de publieksprijs gewonnen. Maar nu, voor het echt grote moment, want wie heeft nu de echte band battle gewonnen? De jury is hierover in beraad gegaan. En dan zou ik heel graag de juryleden naar voren willen roepen om de uitslag bekend te maken. Nu gaan we nu over tot de uitreiking van de prijs voor de band die volgens de jury heeft gewonnen. En ik zal het niet nodeloos spannend maken, maar wij vonden alle drie unaniem dat de winnaar moest zijn de band Rebadged. Ja, Rebadged, gefeliciteerd. Wij vonden eigenlijk allemaal dat jullie echt helemaal niet overkwamen als een schoolbandje. Het was gewoon echt attitude. Ik denk dat iedereen in de zaal ook wel een klein beetje verliefd was op de gitaristen. Of niet dan? Ja, het was echt helemaal te gek. Ga alsjeblieft door. En gefeliciteerd. Applaus. En natuurlijk hoort er een mooie prijs bij. En die ga ik jullie bij deze overhandigen. Van harte gefeliciteerd. De winnaars. Nou, jury heel erg bedankt en de organisatie heel erg bedankt. Ja, dan zullen we maar nog een nummer spelen, hè?
with those support forces, all the sick and all crosses. Some of those that work forces are the safe the bird crosses. Some of those that work forces are the safe the bird crosses. Some of those that work forces are the safe the bird crosses. They told ya. Now you do what 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 they told ya. And 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 now you do what they told ya. We vonden alle bands ook heel erg goed. Dus ja, we wisten wel dat we wat ervaring hadden en zo. En wat performance. Maar ja, de performance die was wel goed. Maar de muziek was bij alle bands echt heel goed. Dus daar twijfelden we nog over of we die zouden winnen. Ik denk die hadden sound. Want ja, die hadden wel echt hele vette eigen nummers. Die waren muzikaal heel sterk. We gaan gewoon ons ding doen verder. En ik denk dat we wel kijken wat er op ons pad komt voor de rest. Ja, grotere stappen zetten dus. Oké, en waarom hebben jullie eigenlijk meegedaan? Wat was de incentive om mee te doen? Eigenlijk van Koen, de bassist, die had via gehoord dat dit was. En we dachten, waarom niet? Lijkt ons wel een kans. Ja, geen spijt zeker dus? Nee, zeker niet. Nou, wij zijn zelf ook wel muzikanten uit Breda, of tenminste lichttechnicus. En wij merkten ook zelf van dat we de mogelijkheid om als kind, dus als scholier op te treden, is best wel lastig. Want je bent niet echt gewend om in cafés te komen. En je bent ook niet gewend om echt al bezig te zijn met hoe gaan we dan backline regelen en zo. En toen dachten wij dat we dat wel konden helpen eigenlijk. Om mee te coachen en dus ook de gelegenheid te bieden om echt een groot podium te staan. Zijn jullie ook van plan om het nog groter te maken? Of? Nou, we zijn wel van plan om het 1 keer per jaar te houden. Dus we zijn ook al gaan volgend jaar doen. En of het heel veel groter wordt, dat weten we nog niet. Maar we zijn wel blij met hoe het nu is. En de MES is natuurlijk wel echt de grootste zaal in Breda. Dus dat is wel eigenlijk ultiem. Dus we willen wel vasthouden zo. Ja. Willen jullie nog iets zeggen voor bands die de volgende keer mee willen doen? Nou ja, gewoon repeteer vooral goed. Meld je gewoon op tijd aan. En wij gaan zorgen dat we coachen volgend jaar nog meer dan dit jaar. En maak er vooral veel gebruik van. En dan denk ik dat we volgend jaar geweldig evenement opnieuw hebben.
Ja. Eén ding is in ieder geval zeker. Dit was een geslaagde editie. Het publiek heeft genoten en de deelnemers hebben zich uitgeleefd. Ook als je het evenement gemist hebt, treur niet. Want volgend jaar is er weer een nieuwe editie. Since I got you on my mind. Now I'm being chosen. Baby, it's so clear to see what we can do. Just me and you. Come on and